Welkom bij de weekvlog. Het is dinsdag. Ja, dat is heel gek. Normaal beginnen we op zaterdag. Maar er waren hele rare dagen zo met oud en nieuw. Veel vermoeidheid, Tess had last van de buik. Veel te veel rotzooi gereden, dat helpt natuurlijk ook niet. Maandag heeft Daan voor Tess Blondie gereden. Dat doet ze elke maandag, dus dat is niet gek. Vrona die is zondag gereden door Elisa. Dus zondag heeft Elisa de paardjes alleen gedaan. Dus toen waren wij helemaal niet op stal. Vandaag ben ik de hele dag aan het werk geweest. Dus het is een beetje een rare week. Het paardje heeft in de molen gezet. Vanmorgen zijn ze natuurlijk er al uitgehaald. En dan gaan ze nu nog even los. Meer kan ik jullie even niet bieden. Dat is het nadeel van de winter. Het is zoals het is. Wat gaan we vandaag doen? Ik kom net de bak in en ik zie dat Tessa Blondie al heel lekker voor elkaar heeft. Dus ik ga ervan uit dat dat dan betekent dat ze weer een hoop geleerd heeft. En dat ze samen weer een hoop verder zijn gekomen. Dus dat we nu nog sneller misschien het stukje wijken zo aan kunnen spreken. En natuurlijk eventjes kijken hoe de galop- en drafovergang gaat nu. Dus je mag vragen, maar doe dat in je vinger, niet voor je arm. En ik vind, als ik mag zeuren, vind ik je polsen te veel omhoog en je handen te plat. Goed zo. Ja, met je been. Heel goed. Heel goed. Dus je mag hetzelfde vragen. Daar heb ik helemaal niets op tegen. Alleen proberen het te doen dat ik het niet zie. Zo. Ja. Blijf jezelf lang maken. Knie los. Twee teugels. Zo. Ja. Goed zo. Ja, ja, ja. Goed zo. Ga de discussie nog even aan, hè. Zo, ja. Dus je draagt aan met het gevoel dat je de achterbenen aan wil laten draven. Heel erg mooi. En dat is iets, dat is niet een rijtechnische hulp van achteruit aandraven, maar jij als ruiter kan dat voelen, hè? Ik een beetje meer denk, als ik been geef, dan gaat de achterkant in. Ja, soms heb je het gevoel dat via de achterkant gaat, en soms heb je het gevoel dat via de voorkant gaat. Ja, ja, ja. En het beste zou zijn via de achterkant. Maar een paard is ook niet perfect en wij ook niet. Dus het zal ook niet altijd lukken, maar dit was heel erg mooi. Daar krijg je in een proef ook gewoon een heel hoog cijfer voor. Alles als je van voor een keer wat in wil kneden, moet je eerst voelen of de achterbenen reageren. Ja, want dan maak je zo'n energieballetje ervan. Hè? Dat is weer van een heel tijd terug, dat weet je nog, hè? Zo'n winstenergieballetje. Ja. Dat is eigenlijk dit. Goed zo, daar zijn we toen mee begonnen en dat begin je nu te krijgen. Dat je de achterbenen snel kan maken en van voor dat hij eigenlijk helemaal rond wordt aan de bovenkant. Goed zo, bovenbenen lang. Je knie moet in jouw elleboog blijven. Je schouder moet blijven ontspannen. Zo, en jij denkt constant in je hoofd twee teugels gelijke druk. Ietsje rustig. Dus het is wel goed om, wat je doet is heel goed, alleen moet je opletten dat het even die meer energie opwekken is. Hè? Dus dat bolletje van die energie bundelen, daar willen we even wat meer energie uit. Maar kijk eens, we willen niet dat die energie overal naartoe spat. We willen dat die energie in dat bolletje blijft. Dus je moet hem niet opjagen dat overal de energie verloren gaat, maar je wil dat het in dat bolletje blijft. Zo, ja. Heel goed. Dat, heel mooi. Kijk daar. En dan mag je best zo. Hou die duim bovenop. Hou die duim bovenop. En waar jij dus voelt dat het eigenlijk bijna tegen perfect aan zit, dan galoppeer je aan. Goed. Ja, en weer terug. Op je zit, maar wel met je benen. Heel goed. Doe dat nog een keertje bij de M ook, Tess. Goed zo. Dus mooi sturen. Recht. En dan die achterbenen groter laten gaan. Ja, ja. En die mondhoeken mogen dan een beetje soepel blijven. Goed, dat voelt hè. Oké, grote volte bij de A, Tess. En dan doe je een keer midden draf rijden op de volte. Dan kun je dus een beetje buiging houden. Goed zo, dan is het waarschijnlijk makkelijk. Twee teugels, dik aan de achterbenen. Ja hoor, kijk maar wat lukt. Hou nou geestelijk op de rechte teugel, hè. Heel goed, opvangen, maar wel denk aan je duimen. Ja, ja, goed. En weer terug, maar met je been erbij. Ja, dat hij weer als dat energieballetje in elkaar, bij elkaar komt. Goed zo, hartstikke goed. Goed zo. En denk aan het tempo, hè. Hou het van jou. Ja, heel goed. Heel goed. Je moet echt zoeken naar het moment dat je ziet dat die hals helemaal lekker heen en weer gaat bungelen. Daar moet je naar op zoek. Maar blijf er wel aan rijden. Dus je gaat niet rondje na rondje wachten totdat ze ontspant. Maar je gaat er ook... Ja,
en maak de teugels weer op maat. Terwijl je blijft rijden, maak je de teugels weer op maat. En dat doe ik expres, want ik doe het vaak ook alleen aan het eind. En dan ben je in de proef. Dan ga je hals strekken en daarna moeten de teugels weer op maat. En dan denkt je paard, maar we waren toch klaar. Dat je er meteen, toen ik de bak in kwam lopen, eigenlijk al goed voor elkaar had. Eigenlijk wat we bij de vorige les na een kwartier, 20 minuten hadden, had je nu in het begin. En dan kunnen we natuurlijk meteen aan hele andere dingen gaan denken. Ik had heel erg opgelet bij de vorige les dat ik het de volgende keer dat ik zou gaan rijden ook kon proberen. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Nou, toen kon ik het nu meteen ook weer. Nou, dat is hartstikke goed te merken. Dat je daar hartstikke goed mee geoefend hebt en dat je ook weet wat je geoefend hebt. Dat is heel belangrijk, hè? Dat je onderweg altijd een plan hebt. Dat je weet wat je aan het doen bent. En als het even moeilijk wordt, dat je denkt, oh ja. Als het even niet lukt, al ga je verstappen. Dat je even denkt, oh ja, hoe zat het ook alweer? Goed hoor, nee, echt heel fijn. Ik zeg net tegen mama, jij hebt niet alleen een groeispeurt, maar ook een leerspeurt gemaakt. Grappig is dat, hè? Dat dan bij jezelf ook ineens dat je denkt, oh ja, zo moet het. Ja. Ik heb dat ook nog vaak hoor, dat ik les heb en dat ik denk, oh, zo moest dat doen. Dat ik weet dat er vroeger, toen ik zo oud was als jou, iemand wat tegen mij riep, dat ik toen de tijd dacht, geen idee. En dat ik nu ineens denk, oh, dat bedoelden ze dus. Of met bepaalde stukken draf, weet je wel, dat ik ineens denk, oh, moet het zo voelen. Goed hoor. Dus nu ga je gewoon ook lekker op de volte zo die middendraf mee oefenen. Dat is hartstikke goed, want dan is het op de volte voor haar gewoon nog wat makkelijker als op de rechte stuk. Ja, dat is eigenlijk het grootste verschil tussen de uitgestrekte draf en de middendraf. Uitgestrekte draf moeten ze echt nog meer de bekken achterover kantelen. Dus dan gaat het achterbeen een nog grotere stap naar voren zetten. Waardoor het voorbeen ook een nog grotere stap naar voren kan zetten. En de draf verruimen middendraf is eigenlijk vooral dat ze de passen groter maken. Dus dat vooral in het BL vragen ze de middendraf. Volgens mij vragen ze in het M1 ook nog wel middendraf. En M2 moet die echt uitgestrekte draf. Maar in het M2 verwachten ze natuurlijk ook gewoon dat jij goed kan doorzitten. Met je been eraan. Goed zo. Goed. Ik heb net les gehad van Daan. En deze les ging echt heel erg goed. We hebben weer wat verbeteringen gemerkt. Ik had de les hiervoor had ik heel goed opgelet met de dingen die ik moest oefenen. Waardoor ik die zondag weer kon gaan oefenen. Dat heb ik ook gedaan en dat heeft blijkbaar heel erg goed geholpen. Want deze keer ging het al gelijk een heel stuk beter. Want wat we toen aan het einde van de les hadden, hadden we toen al aan het begin van de les. Dus dat is ineens een hele grote stap. Ik vond het lastig om los te laten op mijn binnenhand. En om zelf ook ontspannen te blijven. Ik heb net de hapjes gegeven, zijn nu nog aan het eten. En wij gaan nu naar huis toe. En morgen is mijn broers verjaardag. Dus ik zie jullie vrijdag weer. Deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Ik vind belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!